In deze videoles behandel ik 19 basisprincipes van voorwaardelijke opmaak. Begrijp je ze allemaal, dan heeft voorwaardelijke opmaak geen geheimen meer voor jou. Elk basisprincipe dat ik behandel is terug te vinden op tabblad Start onder de knop voorwaardelijke opmaak. Maar dit wordt duidelijk tijdens de videoles. Ik begin met een aantal standaardregels die je eenvoudig op enkele cellen kunt toepassen. Basisregel 1. Ik wil dat cel D5 rood kleurt. Wanneer het getal in de cel groter is dan 30. Op tab Start ga ik naar voorwaardelijke opmaak, markeringsregels voor cellen groter dan en vertel Excel dat wanneer de inhoud van de cel groter is dan 30, de cel lichtrode opvulling moet krijgen met donkerrode tekst. 37 is groter dan 30 en dus kleurt de cel rood. Basisprincipe 2. Nu wil ik dat cel D7 groen kleurt wanneer de waarde daar kleiner is dan een bepaalde drempelwaarde, bijvoorbeeld 10. Ik selecteer de cel, ga op tab Start naar voorwaardelijke opmaakmarkeringsregels voor cellen, kies, kies kleiner dan, vul 10 in en laat zo weten dat wanneer de inhoud van de cel kleiner is dan 10, de cel een andere kleur moet krijgen en in dit geval kies ik voor standaard de groene opvulling met donkergroene tekst. 5 is kleiner dan 10, en dus kleurt de cel groen. Basisprincipe 3. Ik wil cel D9 geel laten kleuren als de waarde ligt tussen twee grenswaarden. De waarde moet groter zijn dan 1 en kleiner zijn dan 5. Ik ga op tab Start naar Voorwaardelijke opmaak Markeringsregels voor cellen. Kies Tussen en geef aan dat wanneer het getal in de cel tussen de 1 en de 5 ligt, de cel geel moet oplichten, met donkergele tekst. Zo'n regel is dynamisch. Verandert de inhoud van de cel, bijvoorbeeld in 7, dan kijkt Excel opnieuw of aan de voorwaarden wordt voldaan. 7 ligt niet tussen 1 en 5, dus de cel wordt weer gewoon wit. Vul ik het getal 4 in, dat wel tussen 1 en 5 ligt, dan kleurt de cel weer geel. Basisprincipe 4. Ik wil dat cel D11 blauw kleurt, met witte letters wanneer de waarde in de cel exact gelijk is aan 35. Ik ga naar voorwaardelijke opmaak, markeringsregels voor cellen, kies gelijk aan, ik geef aan dat het om de waarde 35 gaat en nu kies ik niet voor een standaard opmaak, maar een opmaak die ik zelf bedenk. De cel moet blauw gevuld worden en de letters in de cel moeten wit kleuren, in het geval van getal 35. Dit getal hoef je niet zelf in te toetsen, het kan ook zijn dat het getal de resultaten is van een formule. In dit geval ontstaat 35 door cel H5 en cel H6 bij elkaar op te tellen. Basisprincipe 5. Ik wil dat de tekst in cel D13 rood, vet en schuin gedrukt komt te staan wanneer mijn naam in de cel staat. Ik ga naar voorwaardelijke opmaak, markeringsregels voor cellen, tekst met, geef mijn naam in en kies voor een aangepaste indeling. Wanneer er een andere naam in de cel staat, krijg je weer de gewone zwart-witte opmaak. Ook als mijn naam als onderdeel van een zin staat vermeld, of in dit geval een aanhef, Roy Roel, dan herkent Excel het woord rol en maakt de opmaak van de cel overeenkomstig mijn wensen. Basisprincipe 6: Excel kan ook prima uit de voeten met datums. Ik wil dat cel D15 zwart-wit gestippeld wordt opgemaakt wanneer de datum die erin staat in de huidige maand valt. Ik ga naar voorwaardelijke opmaak, markeringsregels voor cellen en kies dan een datum op of in. Ik heb allerlei mogelijkheden, bekijk die eens rustig, maar ik wil dat de cel oplicht wanneer de datum in deze maand valt. Het is januari, 5 januari valt in de huidige maand en dus ligt de cel zwart-wit gestippeld op. De volgende set regels heeft vooral betrekking op groepencellen. Basisprincipe 7. Dit principe laat ik los op de gegevens in cel Q5 tot en met Q9, dus deze gegevens selecteer ik. Ik wil dat Excel de cellen G laat oplichten waarin de drie grootste waarden staan. Dus de cellen waarin de waarden 3, 4 en 5 staan. Dit zijn de drie grootste waarden. Ik ga naar voorwaardelijke opmaak, regels voor bovenste, onderste. Eigenlijk zou hier ook kunnen staan regels voor grootste slash kleinste. Ik kies voor bovenste 10 items. Maar in dit geval wil ik alleen de bovenste 3 of de grootste 3 items laten oplichten. Ik wil de gele cellen. Ik druk op OK. En de drie grootste cellen, de cellen met de drie hoogste waarden, lichten op. Iets soortgelijks geldt voor basisprincipe 8. Daar wil ik dat de kleinste cellen of de cellen met de laagste waarden worden gekleurd. Ik kijk naar de gegevens in R5 tot en met R9, dus selecteer die. Ga naar voorwaardelijke opmaak, regels voor bovenste onderste. In dit geval gaat het om de onderste 10 items en heel praktisch gezien, ik wil alleen de onderste 2, de laagste 2 items zien en die moeten groen kleuren. Let op, ook hiervoor geldt dat de aangebrachte voorwaardelijke opmaak dynamisch is als dus een andere cel het laagste getal bevat. Zie je dat nu de 0 en de 1 de laagste twee getallen zijn en dat dat de twee cellen zijn die groen oplichten. Basisprincipe 9. Ik wil dat de cellen uit de range S5 tot en met S9 rood oplichten wanneer ze boven het gemiddelde van deze range uitsteken. Ik selecteer de cellen, ga naar voorwaardelijke opmaak, regels voor bovenste, onderste, boven het gemiddelde, rode opmaak en druk op OK. Waarom kleuren de onderste twee cellen nu rood? Ik zal het je laten zien met behulp van de gemiddelde functie in Excel. Het gemiddelde van de getallen in S5 tot en met S9 is 3. 4 en 5 zijn groter dan het gemiddelde, groter dan 3, en dus kleuren ze rood. Basisprincipe 10. Op dezelfde manier kan ik natuurlijk cellen laten oplichten die onder het gemiddelde vallen. Ik gebruik de gegevens uit T5 tot en met T9. Die zijn gelijk aan de cijfers uit S5 tot en met S9. Dus ook hier is het gemiddelde 3. En ik wil dat de cijfers oplichten die onder het gemiddelde vallen. Ik kies onder gemiddelde en een eigen opmaak. Ook hier laat ik nog wat dynamiek zien. Ik zal het gemiddelde uitrekenen van de waarden in T5 tot en met T9. Die is ook 3, zoals gezegd. Ik verander hier een waarde. De bovenste waarde daarvan maak ik 5. Het nieuwe gemiddelde is 3,8, dus nu lichten alle cijfers op die onder 3,8 vallen. Ook hier zie je het dynamische gedrag van de voorwaardelijke opmaak. Basisprincipe 11. Ik wil dat Excel in een set gegevens gegevensbalken toont, waarbij de omvang van die balken iets zegt over de hoogte van het getal in de cel. Ik selecteer de betreffende gegevensset, ga naar voorwaardelijke opmaak en kies voor gegevensbalken. Ik kan voor balken met een kleurovergang kiezen of voor balken met een even opvulling. Ik ga voor dat laatste. En je ziet nu dat Excel in de cel gegevensbalken toont die een lengte hebben overeenkomstig de waarde in een cel. Maak ik waarde 6 bijvoorbeeld waarde 10, dan wordt de gegevensbalk in die cel even lang als de andere 10, de andere grootste gegevensbalk. Heb ik een klein getal in de cel, dan wordt de gegevensbalk ook automatisch klein. Basisprincipe 12. Ik wil een kleurenschaal toepassen op een reeks gegevens. Stel je voor, dit zijn cijfers voor proefwerken van vijf leerlingen. Ik wil dat het slechtst gemaakte proefwerk rood kleurt. De betere proefwerken overgaan naar een gele kleur. En de best gemaakte proefwerken, of het hoogste cijfer, richting groen. Er ontstaat een kleurverloop of kleurenschaal. Ik ga naar voorwaardelijke opmaak, kleurenschalen. En kies dan de eerste kleurenschaal, waarin ik meteen zie dat het laagste cijfer rood kleurt. Daarna in oplopende volgorde kleuren de cijfers oranje, geel, lichtgroen en donkergroen. Stel je voor dat 6 het beste cijfer is en ik wil juist van laag naar hoog de kleurenschaal andersom. Dan kies ik de optie daarnaast. Bladen rustig door de verschillende kleurenschalen om te zien wat het effect is. Ik kies voor de eerste kleurenschaal waarbij het laagste proefwerk rood scoort. De proefwerken daartussen, oranje, geel en lichtgroen, en het beste proefwerk groen. Basisprincipe 13. Ik ga nu pictogrammen of kleine plaatjes gebruiken, die ook een kleur krijgen, om de waarde in cellen te beoordelen. Ik doe dat als volgt: ik selecteer de cellen, ga naar voorwaardelijke opmaak, pictogramseries en kies bijvoorbeeld voor de pijlen. In het geval van de pijlen zal Excel drie kleuren hanteren: rood, geel, groen. En de laagste waarden dus rood kleuren, de waarden in het midden geel en de waarden in de top of de hoogste waarden groen. Tussen de pictogrammen zitten wat opties met meer variatie in symbolen en in kleuren. Dus ik zou ook kunnen kiezen verder naar beneden voor drie verschillende, vijf verschillende soorten pijlen sorry, in drie kleuren. En dan zie je dat het laagste cijfer in dit geval rode pijl krijgt, het hoogste groen en dat het gele gebied in drie verschillende pijlen is opgedeeld. Het zoiets gelijks geldt voor bijvoorbeeld de pictogramserie met stoplichten. Hierin zie je vier verkeerslichten. Het laagste cijfer zwart, daarna rood, geel en de topcijfers groen. Je zult dus zelf wat moeten experimenteren als je pictogrammen gebruikt om het beoogde effect te krijgen. Ik kies in dit geval voor pictogrammen die van rood naar zwart verlopen. De eerste 13 basisprincipes of regels zijn vooral gebaseerd op standaarden die Excel je aanbiedt. Ik behandel nog zes veelgebruikte regels voor voorwaardelijke opmaak, waaraan je zoveel mogelijk zelf kunt aanpassen naar eigen smaak en wens. Basisprincipe 14. Alle cellen opmaken op basis van celwaarde. In principe hebben we dat hierboven ook al gedaan, maar kozen we uit standaarden. Nu ga ik zelf regels bedenken voor de gegevensset waarop ik voorwaardelijke opmaak wil loslaten. Ik selecteer de gegevens, ga naar voorwaardelijke opmaak, sla alle basismogelijkheden over, maar ga naar een nieuwe regel. Ik kies voor alle cellen opmaken op basis van celwaarde. En krijg hieronder dan een menu waarin ik keuzes kan maken. Wil ik een twee-kleurenschaal, drie-kleurenschaal of een gegevensbalk, etc.? Ik ga net als in dit voorbeeld voor een twee-kleurenschaal. Maar de minimumwaarde of laagste waarde moet blauw worden. En de hoogste waarde moet geel worden. Excel bepaalt zelf het kleurverloop daartussen. Net als dat hier ook vanzelf gebeurd is. Ik druk op OK. En ik heb nu een eigen kleurenschaal gecreëerd met de kleuren die ik wens. Basisprincipe 15: alleen cellen opmaken met. Ook dit is gebaseerd op voorbeelden die je hierboven ziet, maar met meer keuzevrijheid voor jezelf. Ik selecteer een reeks gegevens, ga naar voorwaardelijke opmaken en kies voor nieuwe regel. Nu selecteer ik de tweede optie: alleen cellen opmaken met. Hier kan ik aangeven dat ik. Alleen cellen wil kleuren met een bepaalde waarde tussen een minimum en maximum of die exact gelijk zijn aan een bepaalde waarde. Dingen die we hier linksboven hebben gezien. Een hele andere optie is bijvoorbeeld om cellen te kleuren die leeg zijn gebleven. In dit geval wil ik dat ze een gele opmaak krijgen. En je ziet dat geen enkele cel oplicht omdat alle cellen gevuld zijn. Maak ik cellen leeg, dan kleuren deze geel. Handig voor bijvoorbeeld invulformulieren. Basisprincipe 16. Dit gaat weer over in een reeks gegevens de twee of drie grootste getallen of kleinste getallen een kleur geven. Dat hebben we hierboven al gezien. Je kunt dit via voorwaardelijke opmaak en dan regels voor bovenste, onderste, maar het kan ook via nieuwe regel. In dit geval kies je voor alleen waarden met de hoogste of laagste rangschikking opmaken. En in tegenstelling tot wat je misschien verwacht, krijg je geen extra opties. Het enige verschil eigenlijk is dat je nu niet meer kan kiezen uit standaard opmaken, maar dat je zelf een opmaak moet geven voor de cellen die de grootste of de kleinste zijn in de geselecteerde reeks. In dit geval ga ik voor de kleinste twee getallen en bedenk ik daar zelf een opmaak bij. Basisprincipe 17. Alleen waarden opmaken die boven of onder het gemiddelde liggen. Dit hebben we hierboven al eerder gezien via de standaardregel voorwaardelijke opmaak. Regel voor bovenste, onderste en dan hier gemiddelde. Ik ga nu via nieuwe regel en optie 4 en krijg dan een keuzemenu waarin ik niet alleen kan kijken naar getallen boven of onder het gemiddelde, maar ook die precies op het gemiddelde of daarboven liggen of op het gemiddelde en daaronder. En verder nog een aantal statistische mogelijkheden om bepaalde afwijkingen te laten kleuren. Ik kies nu voor getallen die gelijk of boven het gemiddelde liggen, net wat anders dan hierboven. En geeft die weer een eigen opmaak. Het gemiddelde van deze reeks getallen is 18. Dat zie ik hier ook onder in beeld. In dit geval heb ik er dus voor gekozen om ook de 18 zelf mee te laten kleuren. Iets wat bij de standaardregels niet mogelijk was. Basisprincipe 18. Alleen unieke of juist dubbele waarden opmaken. Hiervoor bestaat een standaardmethode en de methode. Die is gebaseerd op het aanmaken van een nieuwe regel. Ik begin met de standaardmethode. Ik selecteer de data, ga naar voorwaardelijke opmaak, markeringsregels voor cellen dubbele waarden. En geef hier aan of ik dubbele waarden wil accentueren of juist de unieke waarden. Ik ga voor de dubbele waarden en daarvan moeten de cellen rood oplichten. Ditzelfde had ik kunnen bereiken door de gegevens te selecteren, naar voorwaardelijke opmaak te gaan en voor nieuwe regel te kiezen. Ik kies daar de optie alleen unieke of dubbele waarden opmaken en heb dan dezelfde twee mogelijkheden: dubbele waarden moeten geaccentueerd worden of juist de unieke. Het enige verschil is dat ik hier altijd zelf de opmaak van de cel moet definiëren en geen keuze heb uit een aantal standaard opmaakmogelijkheden. Basisprincipe 19: een formule gebruiken. Dit is de meest flexibele manier om voorwaardelijke opmaak toe te passen. Stel je voor, ik heb hier een aantal gegevens en die tel ik even op en de uitkomst is nu 90. Ik wil dat alle getallen die in die som zitten groen kleuren op het moment dat het totaal onder de 100 ligt. Ik selecteer de gegevens, ga naar voorwaardelijke opmaak, nieuwe regel en kies dan een formule gebruiken om te bepalen welke cellen worden opgemaakt. In dit geval gebruik ik een formule die als volgt luidt. Als de som van deze getallen kleiner is dan 100, dan wil ik dat de getallen groen kleuren. We kunnen zien dat de, cel, de som van de getallen kleiner is dan 100, dus kleuren ze alle groen. Maak ik een getal groter en is de som Groter dan 100, dan zie je automatisch dat de getallen niet meer groen zijn. Er wordt niet meer aan de voorwaarden uit de formule voldaan. Omdat ik de som hieronder al had bepaald, had ik ook een andere formule kunnen gebruiken om de voorwaardelijke opmaak te realiseren. Ik ga de bestaande voorwaardelijke opmaak weghalen door de cellen te selecteren en bij voorwaardelijke opmaak te kiezen voor regels wissen, regels uit de geselecteerde cellen verwijderen. De opmaak is nu weer verdwenen. Immers, de som is kleiner dan 100, maar de getallen kleuren niet groen. Ik had ook het volgende kunnen doen. Ik selecteer alle getallen, voorwaardelijke opmaak, nieuwe regel, kies voor een formule gebruiken, begin een formule altijd met is. En ik wil nu dat de cellen groen kleuren wanneer cel C, uh, excuse, T26 kleiner is dan 100. Immers, hier staat de som al in. Dus hier staat eigenlijk, als de som die in cel T26 wordt uitgerekend kleiner is dan 100, dan moet ik de geselecteerde cellen opmaken. En wel met groene getallen. En je ziet opnieuw dat ik hetzelfde effect bereik. Wordt de som groter, dan verdwijnt ook weer de voorwaardelijke opmaak. Tot slot een korte conclusie. Gebruik de basisregels voor voorwaardelijke opmaak als je behoefte hebt aan weinig flexibiliteit. De meeste mogelijkheden die door gebruikers gezocht worden staan hier tussen. Heb je juist veel behoefte aan flexibiliteit? Leer je zelf dan aan om bij voorwaardelijke opmaak te kiezen voor nieuwe regel en bouw zelf vanuit de mogelijkheden die daar staan de voorwaardelijke opmaak op. Wil je maximale flexibiliteit? Gebruik dan een formule om de voorwaardelijke opmaak te definiëren. En heb je nog vragen? Stel ze dan in mijn chatbox.